Dit is het Koinonia-kanaal. Mijn naam is Robert Veen. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. In dat lied 755 zingen we: dan onderwerpt de Heer het kwade. Maar u weet net zo goed als ik, en misschien de laatste tijd wel sterker dan ooit, dat dat kwade nog niet overwonnen is. We hadden toch nooit gedacht dat het zo dichtbij zou komen weer. Dat er in Europa een gewapend conflict woedt, dat dan ook nog slachtoffers onder ons, Nederlanders, zou meesleuren, zou aanrichten. Onvoorstelbaar wat er gebeurd is. Iedereen is geschokt, binnen de kerk of buiten de kerk. En als je daarnaar kijkt, als je het eventjes tot je laat doordringen, tot je maar weer wegzept, omdat het wat te veel wordt, dan heb je dat gevoel in je hart van een soort doffe wanhoop. Waarom is deze wereld nog niet goed? Waarom is er nog zoveel kwaad dat overheerst? Waarom komen onschuldige mensen om? Waarom lijden de rechtvaardigen in deze wereld? Onschuldige kinderen onderweg naar een vakantiebestemming. Daar staat je verstand bij stil. En al die morele verontwaardiging die we hebben, hoe kan dat nou? Wat voor schurken zitten daar toch achter? Hoe is het mogelijk dat er zoveel kwaadaardigheid is bij mensen? Zoveel onverschilligheid tegenover menselijk leven. Die morele verontwaardiging die we delen met alle mensen, alle Nederlanders, die wordt dan toch nog eens wat scherper als er een religieuze vraag bij je opkomt. Heere God, waarom laat u dat toch toe? En dan zingen we het mooi. Dan onderwerpt de Heer het kwade, dan is de strijd des doods volbracht. Dan pas, later. Het geduld wat van ons gevraagd wordt, is soms een beetje veel. Wat hebt u niet allemaal meegemaakt? Ik net niet helemaal. De Tweede Wereldoorlog en daarvoor. Mijn grootouders spraken over de Eerste Wereldoorlog, want dat was de oorlog die aan alle oorlogen een einde zou maken, toch? Er kwam een verbond van volkeren dat zou zorgen voor de vrede overal. De Tweede Wereldoorlog bewees hoe slecht dat werkte. Dat het maar illusies waren en ideale woordjes. En dan denk je dat na de Tweede Wereldoorlog, na de opbouw, tijd dus van mijn generatie, dat alles dan een beetje goed komt. Maar het tegendeel is waar. Wat kun je toch moedeloos worden naarmate je ouder wordt. Als je gewoon de krant leest en de televisie volgt. Moedeloos over een wereld waarin het mij niet goed wil gaan. Zijn dat nou allemaal kwade daden van mensen die het slecht bedoelen? Dat zou prachtig zijn. Dat er een groep mensen was die kwaadaardig in elkaar zitten. Daar kun je dan misschien een therapietje voor bedenken. Een of ander medicijn. Of je kunt ze isoleren en in een kamp stoppen of zoiets dergelijks. Maar zo simpel is het dus niet. Het nare van alles is, toen zich dat gerealiseerd, die mensen die die raket hebben laten vertrekken, die gedacht hebben dat daar een militair toestel vloog, dat zijn mensen die in hun eigen hart en voor hun eigen idee goed gedaan hebben. Ze hebben gestreden voor hun volk tegen die nare Oekraïners. Die hebben gestreden voor aansluiting bij Rusland. Dat was toch een hoog ideaal? Nou ja, met voordeel voor zichzelf ongetwijfeld. Maar dat speelt een rol. Maakt ze dat tot kwaadaardige mensen die je kunt identificeren en waar je een therapie voor kunt voorschrijven? Het allervervelendste, naarste en meest trieste wat er is, is dat het kwade in deze wereld voortkomt uit goede motieven. Althans voor degene die het doet. Ander zal zeggen dat zij geen goede motieven. Je moet niet zo nationalistisch zijn of wat dan ook. Maar voor die mensen zelf is dat hun trots. Die man die op die knop gedrukt heeft, waardoor die raket de lucht in ging,
Die heeft thuis aan zijn vrouw verteld: ik heb vandaag een bijdrage geleverd aan de bevrijding van alle Russen in de Oekraïne. Ik kan trots zijn op mezelf, dat staat op mijn konto. Wie zal zeggen dat hij ongelijk heeft? Wie zal zeggen dat niet op een of andere wijze hij dat doel gediend heeft? O ja, 295 slachtoffers. 298. Dat is de prijs die je betaalt, toch? Voor vooruitgang in de wereld. Met de bouw van een brug in Amerika vallen 32 doden. Dat is toch de prijs die je betaalt voor de vooruitgang? Zo gaan we met z'n allen om. Met leven en met onze idealen. Daar mogen slachtoffers bij vallen. Extremisten vliegen een vliegtuig in een gebouw. 2500 slachtoffers. Ze gaan in hun eigen idee gewoon zo rechtstreeks de hemel in. Want dat zal God toch wel belonen. Een dergelijke opofferingsgezindheid. Het trieste van het kwade in deze wereld is dat het voortkomt uit motieven en ideeën waarvan de eigenaar zegt: het is toch goed. Ik doe mijn best voor mijn volksgenoten, voor mijn familie, voor de vooruitgang van de mensheid, voor de overwinning van de islam, voor de veiligheid van deze wereld. Ik doe mijn best. En het resultaat is de ene tragedie na de andere, is een cyclus van wraak en wraakneming, kwade overwint. Bijbelse teksten die vertellen ons voortdurend dat het probleem van het kwade veel dieper zit dan dat je simpelweg vaststelt: oh ja, dat is goed, dat weet iedereen, en dat is kwaad, dat weet iedereen ook. Dan heb je mensen die het kwade kiezen, ja, en die deugen niet. Dan zijn we snel klaar. Dat is simpel. Als de Bijbel over het kwade spreekt, dan gebruikt het een woord, het is niet meer populair, we willen dat niet meer horen, zelfs niet in de kerk. Maar die gebruikt het woord zonde. Het woord zonde, dat doen we niet meer. Daar heeft de kerk misschien op een manier over gesproken, waardoor het niet meer verstaan werd. Wat het eigenlijk betekent. Zonde. Vergeet u maar alles wat u ooit geleerd heeft erover. Over Adam en Eva en de boom en het paradijs enzovoort. Zonde, dat is dat je je vrijheid misbruikt. Zonde, dat is dat je weigert om te leven vanuit Gods liefde. Daar komen we al wat dichterbij. Zonde, dat is dat je iets in deze wereld boven alles stelt. Iets van deze wereld, je volk, je natie, jouw ideaal van vrede, zoals jij het ziet. Jouw ras, dat wordt het hoogste. Dat is zonde. Zonde, dat is dat je je eigen ik, hoogmoed heette dat dan, je eigen ik het belangrijkste vindt van al het andere. Als ik maar mijn plek heb, als ik maar heb wat ik nodig heb. Dat is zonde. Zo zijn we niet bedoeld. We zijn bedoeld om samen te leven en te delen. We zijn bedoeld om dienstbaar te zijn aan elkaar. Niet om dat ik tot koning van de wereld te maken. We zijn bedoeld om deze wereld te behoeden en te verzorgen. En er alleen van te nemen wat we echt nodig hebben. En zo voor Gods aangezicht in een hof te leven. Niet op een plek waar mijnbouw en industrie alles vernieuwen en vergiftigen. Zo zijn we niet bedoeld. En ooit ergens in de geschiedenis heeft een mens dat geweten, dat je zo zou moeten leven voor God. En die heeft bewust een andere keuze gemaakt. De Bijbel vertelt dat in die verhalen. Die vertelt wat er steeds maar weer in de geschiedenis gebeurt. Die vertelt van een Adam en Eva, van mensen die met elkaar vredig hadden moeten leven, en in plaats van zich het recht toe-eigenen om zelf te bepalen wat ze doen. Om zelf te bepalen wat goed en kwaad is. Wat goed is voor mij is nu goed. Wat goed is voor mijn volk is nu goed. Wat goed is zoals ik het zie, dat is goed. En de rest. En dan Kain en Abel. Eigen ik eerst. Alles wat dat in de weg staat moet maar worden weggeruimd. Abel sterft opdat Kain het gevoel kan hebben dat hij zelfstandig, zonder dat hij voor een ander hoeft te zorgen, bestaan kan. Wat heeft hij aan die zwakkeling, dat broertje Abel? Dat moet maar weg.
Heet u? Dat zit zo diep in ons. Daarom sprak de oude kerk over erfzonden. Het zit zo diep in ons dat die samenleving ervan doortrokken is. Als je opgroeit, krijg je dat een beetje mee. Je moet voor jezelf opkomen, zeggen we. En als je dat een beetje te veel doet, wil je je ik tot koning maken. Je mag genieten van de dingen in deze wereld. Maar als je dat uitsluitend doet, wordt iets in deze wereld je afgod. En dan vergeet je dat er een schepper is die jou een plaats gaf om tot zegen te zijn. Het ligt zo op de loer. Het is dat ene kleine stapje. Opkomen voor je Russische volksgenoten. Prima. En dat ene kleine stapje. Ja, maar dat mag met geweld. En er mogen slachtoffers bij vallen. En dat mogen we afdwingen met militaire acties en terroristische daden. Maar dan gaat het net over die grens heen. Die grens die dan niemand meer ziet. Dat is een grens die God stelt. Daar moet je afblijven. Waarom dan? Ja, daar moet je afblijven. Ja, maar ik wil het zo graag. Nee, afblijven. Omdat God weet dat wie over dat grensje heen stapt, zijn menselijkheid begint te verliezen. En een gevaar wordt voor zijn medemens. En niet meer tot zegen kan zijn. Dat er dan een zonde komt, een zondemacht komt. Al die daden die wij verkeerd doen, die gaan bij elkaar optellen en meewegen. Dat worden idealen en ideeën en voorstellingen. En dat gaat in het hart zitten. En het einde van alles is dat we niet meer anders kunnen. Slavernij aan de zonde, zegt Paulus dan. We zijn in slavernij aan de zonde. Zoals je verslaafd kunt zijn aan de heroïne. Je hebt het nodig, anders voel je niks meer. Ben je niet gelukkig meer. Je hebt het nodig. Dan kan de zonde iets worden wat je nodig hebt. Oh, ja, ik weet dat het niet goed is. Maar ik kan het niet laten. Slavernij aan de zonde. Het is een grimmige diagnose, maar we hebben hem wel nodig. Zonder die diagnose begrijpen we het medicijn niet. We praten te luchtig over dat kwade. Alsof het simpel een kwestie is van je hebt goede en kwaaie mensen. En wij weten precies wie de goede zijn. Dat zijn wij natuurlijk met z'n allen. En de kwaaie zitten daar. Het nare is juist dat het kwade in deze wereld uit het hart voortkomt van mensen die het goed bedoelen. Was het maar anders. Konden we het maar zo makkelijk verdelen. Nee, het komt voort uit mensen die denken dat ze hoge idealen nastreven. En zorg hebben voor hun eigen naasten. Toch overwint eens de genade. Dat is de les van Job. Waarom is er dan dat lijden in deze wereld van de rechtvaardigen? Waarom overwint de goedheid niet? Waarom is die macht van het kwade zo sterk? Waarom zitten we allemaal in die slavernij van de zonde? Job weigert het op te geven. Dat is het mooie. Job weigert om God dat alles toe te schrijven. Om te zeggen, nou ja, zoals die wereld gaat, met al haar kwaad en al die zonde, zal God het toch wel bedoeld hebben? Of daar is hij ook machteloos tegenover. Job weigert dat. Want de rampen overkomen hem niet. Eigen kinderen, al zijn kinderen bij elkaar, die vieren feest en ze sterven. Vreselijk. En Job weigert dat aan God toe te schrijven. Hij begint wel te klagen. Zeker als ook zijn eigen lichaam wordt aangetast door de melaatschheid. Hij begint wel te klagen. Dat is wat je hoort te doen. Als het kwade er is in de wereld, dan mogen we klagen tegen de Heere God. Waarom laat u het toe? Het is een heel goed en vroom gevoel. Waarom laat u dat toe? Wanneer maakt u er nou een einde aan? Wanneer overwint die genade nou eens een keer? Wanneer onderwerpt u nou het kwade een keer? Boos worden over het kwade is een goede zaak. Dan komen die gesprekken, dan zeggen die vrienden haar. De wereld is wat die is. Leg je er nou maar beneden, het zal altijd gebeuren. Mensen doen dat nu eenmaal. Jij zult ook wel ergens een fout gemaakt hebben, toch? Job, jij bent toch ergens wel een of andere zonde zul je wel gedaan hebben, anders zou dit jou niet treffen. Het is toch allemaal onze menselijke schuld? Er is geen hoop in deze wereld, Job. Alles is zondig, jij ook. Dus ga nou niet zeuren over dat lijden in deze wereld. Dat is normaal. En Job zegt, nee, kan niet zo zijn. Kan niet zo zijn dat in deze wereld
Iemand die toch zijn best doet, die rechtvaardig tracht te leven, die vrede zoekt, die zich houdt aan Gods geboden, kan niet zo zijn dat er dan lijden is. Dat het kwade dan overwint. Dat kan niet zo zijn. En dat is de enige manier dat toch, dat hartstochtelijke toch, dat verzet tegen het idee dat deze wereld gewoon is wat ze is. Dat het normaal is. Dat we worden opgeschrikt door dit soort rampen, berichten van gruwelijke misdrijven. Het is niet normaal. Dat is het verzet van de gemeente, het verzet van het volk Israël tegen al die mensen die zeggen, ja maar zo gaat het gewoon. We volgen allemaal onze afgoden, we hebben strijd met elkaar, de sterkste zal wel winnen een keer. Natuurlijk is er lijden, zorg maar dat je aan de kant staat van degene die dat lijden toebrengen. Dan hoef je niet te lijden onder wat anderen doen. Zorg maar dat je sterk wordt. Dat is de normale gang van zaken. Job weigert dat. Job had moeten doen wat zijn vrouw zei, toch? Zegen God en sterf. Geef het maar op. In de dood is dan nog enig soort van rust te vinden. Job weigert dat. Job denkt, toch is er een ander perspectief. Toch zal God hier op een andere manier naar kijken. Toch is deze schepping niet zomaar wat ze nu is. Zo is hij niet bedoeld. En dan geeft God zelf dat antwoord. Die zegt, kijk nou eens naar die schepping. Ik heb hem goed bedoeld. Ik heb hem goed gemaakt. En ik wilde die schepping gaan vervolmaken. Dat was mijn intentie. Maar er zijn krachten in die schepping. Krachten waarmee God zelf worstelt. Daarom gaan zoveel dingen mis. De behemoth en de leviathan. Laat u alsjeblieft niet wijsmaken dat dat gewoon een nijlpaard en een krokodil zijn. Dat betekent dat die woorden helemaal niet. De oude Statenvertaling had het bij het rechte eind. Behemoth, weet u wat dat is? Dat zijn al die dierlijke krachten die wij als mens in ons hebben. Die restanten van onze evolutie. Dat is alles wat ons aanzet om te overleven ten koste van alles. Om te grijpen wat we nodig hebben. Dat is wat de behemoth wil zeggen. Dat is een macht die ons aandrijft, ook als we dat niet zien. En die dreigt ons dus voorbij die grens te brengen. Die brengt ons naar die zonde toe. Dat is de behemoth. De leviathan, dat is de grote slang. De grote drakenachtige macht. Dat is de macht van onze instituties, van onze staten, van onze wetgeving. Dacht u dat dat allemaal goed was in Gods ogen? Daar zitten van die verborgen mechanismen in die het kwade oproepen en mogelijk maken onder het mom van wetgeving en institutie. Toch, God zegt daar, ik worstel zelf met die machten. Deze schepping is gecorrumpeerd, is kapot gegaan. Ik worstel zelf met die machten. Dat is de rol van de rechtvaardige. Wat is nou de plaats van de rechtvaardige? Wat is nou de plaats van degene zoals u? Die gekozen heeft voor dat evangelie. Die nadrukkelijk daarmee gezegd heeft, wij staan aan Gods kant. Jezus is veroordeeld en gekruisigd, maar wij staan aan Gods kant. Wij zeggen tegen die hele wereld, Jezus is ten onrechte veroordeeld. Hij was onschuldig, hij is de rechtvaardige, dat zeggen we. In geloof en belijdenis. Wat is onze plaats dan? Mogen wij dan terzijde van alles wat er gebeurt, zo'n plekje hebben waar het helemaal goed gaat, ons eigen paradijsje, bij ons thuis of in de gemeente, als we bij elkaar gaan zitten in een dorpje, dan gaat het ons goed. Nee, wij delen in die malaise van de hele wereld. Wat Sabeërs en Galdeën doen en wat Oekraïners en Russen doen, raakt ons net zo goed. Wat is onze plaats dan? Misschien alleen maar te doen wat Job deed. Toch te zeggen. Nee, zeggen wij tegen Oekraïners. Deze wereld zit niet in elkaar zoals jullie denken. Dat je met geweld je doelen mag bereiken. Dat dat zorg is voor je volksgenoten. Nee, zeggen we. De weg van de geweldloosheid. Van het afwachten. Van het handelen van God in de geschiedenis, in het leven. Geduld. Het geduld van de Messias. Dat is Gods weg. Wij zeggen toch, tegen alles wat ons overkomt in ons eigen leven en tegen het gruwelijke dat we op televisie en in de kranten meemaken. Toch,
overwint die genade ooit. En laat die nou in ons, in uw en mijn leven alvast een plaats krijgen. De genade waarmee we elkaar vergeven. De genade waarmee we aan de hoop vasthouden. De genade waarmee we elkaar bemoedigen om overeind te blijven staan, ondanks alles wat ons wanhopig kan maken. De genade waarmee we voor elkaar zorgen. De genade waarmee we elkaar aanvaarden als broeders en zusters. Ongeacht waar we vandaan komen, hoe we eruit zien, hoe we spreken, wat voor taal of ras we toebehoren. Wij aanvaarden elkaar alvast zoals de Messias het bedoeld heeft. Want wij zeggen tegen de wereld, hopelijk met elke vezel van ons lichaam, bij alles wat we tegenkomen, toch overwint eens de genade. Laten we samen bidden. Heere God, geef ons de kracht om vast te houden aan de hoop dat uw genade en uw gerechtigheid ooit zullen winnen. En leer ons dan op onze bescheiden plaats tot een zegen te zijn voor anderen. Als een teken, als het symbool van uw toekomst. Amen.